Wat vindt u ervan dat de btw op groente en fruit werd verhoogd naar 9%? Je betaalt tegenwoordig meer voor een kilo appels dan voor een kilo frikadellen. Die btw op groente en fruit moet echt naar beneden. Nou, persoonlijk ben ik daar natuurlijk wel erg voorstander van. Alles wat het eten van groente en fruit kan stimuleren, is alleen maar goed. Het zou goed zijn dat de gezonde producten veel goedkoper worden. Dat is de reden dat de Partij van de Arbeid graag wil dat groente en fruit teruggaat naar 0% btw. Groente en fruit, dat is super gezond en lekker. Dus dat mag van mij naar het lage btw-tarief.